Ramkraak bij Utrecht tankstation. En ex-man Sandra Geraldino voor de rechter. Goedemiddag, u kijkt naar U Vandaag. Bij een tankstation aan de Utrechtse Proost-Wetering is vanmorgen een ramkraak gepleegd die zorgde voor flinke schade. Om binnen te komen gebruikten de daders een shovel. Daarmee werd de achterkant van het tankstation eruit gereden. Het pompstation ligt op een bedrijventerrein en was gesloten op het moment dat de ramkraak plaatsvond. Het onderzoek dat loopt nog. We hebben wel getuigen gesproken. Die hebben in ieder geval een auto weg zien rijden. Ja, mogelijk heeft deze auto iets te maken met de ramkraak. Ja, dat onderzoeken we nog. Als er mensen zijn die dus meer weten of die iets gezien hebben, dan komen we graag in contact met diegene. Het is nog niet duidelijk of de ramkrakers iets hebben buitgemaakt. Vanmiddag staat de Utrechtse Sylvester L. voor het eerst voor de rechter. L. wordt ervan verdacht zijn ex-vrouw Sandra Garcia Geraldino te hebben gedood. Ze werd deze zomer na 2 weken vermissing teruggevonden in de bosjes in de Utrechtse wijk Overvecht. Op de redactie staat verslaggever Mark van der Wel. Mark, jij bent vanmiddag bij de rechtszaal. Wat verwacht jij daar? Ja, het is een zogenoemde pro forma zitting. Daar wordt de voortgang van het onderzoek besproken. Maar ja, ik denk toch wel dat het een emotionele bijeenkomst zal worden. Er zal veel familie en vrienden van Sandra Geraldino aanwezig zijn. En het is natuurlijk ook de vraag hoe Sylvester L. daarop gaat reageren. Hij heeft zich altijd in stilzwijgen gehuld. Misschien dat hij vandaag wel iets gaat vertellen. Maar ik verwacht eigenlijk niet dat hij dat gaat doen. Nee, wat hopen de nabestaanden? Ja, de nabestaanden willen vooral vragen hebben. Hè. Antwoorden op vragen die ze hebben gesteld. Waarom is dit gebeurd? Waarom moest onze vriendin, ons familielid op zo'n gruwelijke wijze worden omgebracht? Nou, daar hebben ze van Sylvester L. tot dusver nog helemaal niks over gehoord. Maar de politie heeft ze wel iets verteld over hoe dat gegaan moet zijn. Daar kunnen we even naar kijken. De familie heeft in ieder geval te horen gekregen dat het een gewelddadige dood was. Met heel veel geweld. In ieder geval niet gestoken of met een wapen of iets, maar verdachte zou dit met zijn eigen handen hebben gedaan. Mark, er is ook een demonstratie aangekondigd, hè? Ja, die pro forma zitting die begint eind van de middag pas om 3:45. En ongeveer een half uurtje daarvoor zal een aantal Spaanstalige Nederlanders daar op het plein, op het Vrouw Justitia plein aanwezig zijn. Zij willen eigenlijk demonstreren, niet alleen voor Geraldino, maar ook voor andere vrouwen die in dezelfde situatie zitten. Zij vinden dat Sandra in de steek is gelaten door de Nederlandse overheid. Ze hebben niet geluisterd naar de problemen die zij had, naar de noodroep die zij heeft gedaan van de situatie waarin ze zat. En daar willen ze de aandacht op vestigen. Mark, dankjewel. We spreken je in onze uitgebreide uitzending om 5:00 graag weer. Instelling voor geestelijke gezondheidszorg Altrecht in Den Dolder gaat bezuinigen op de beveiliging. De instelling wil beveiligers schrappen en gaat zich aansluiten op een regionaal meldsysteem. Volgens Altrecht zijn er minder beveiligers nodig omdat er minder mensen opgenomen hoeven te worden. Steeds vaker krijgen patiënten hun behandeling namelijk thuis. Dat kan volgens de zorginstelling omdat psychiatrische problemen vaak al vroeg gesignaleerd worden. Ook denkt Altrecht dat de omgeving van patiënten kan helpen om escalatie te voorkomen. Mensen die toch professionele hulp nodig hebben, kunnen ook in een beschermde woonvorm terecht. Een ravage gisteravond op de Europabaan in Woerden. Daar reden 2 auto's frontaal op elkaar. Een sportauto vloog over een vluchthovel en botste op de auto die van de andere kant kwam. Beide bestuurders zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto's zijn zwaar beschadigd. Veenendaal heeft het schoonste winkelgebied van het land. Daarmee liet het Wassenaar en Kampen achter zich. Volgens organisator Nederland Schoon kent Veenendaal nauwelijks zwerfafval. Zijn de wegen goed bestraat en is er bijna geen vandalisme. De politiebond in Leusden pleit na de aanslagen in Parijs voor extra politiecapaciteit. De bond wil 1500 extra agenten voor op straat en 500 rechercheurs en ondersteunende medewerkers. Volgens de bond zijn de wijkagenten de ogen en oren van de samenleving, maar moet hun werk vanwege krappe roosters vaak wijken. De bond noemt dit juist nu onacceptabel. Vanmiddag weten we of ook IJsselstein noodopvang gaat bieden. De gemeente heeft het plan 150 vluchtelingen 9 dagen onderdak te bieden in Sporthal de Oever. Gisteravond was er een inloopavond voor omwonenden. Nou, ik ben moeder van een zoontje hier op school en ik wil eigenlijk weten over de veiligheid. Ik hoop te horen wanneer, hoe dat vorm krijgt, ook heel praktisch. En ik heb vragen over de samenstelling van de groep vluchtelingen. Wat voor mensen komen hier, wat is de cultuur? De inwoners van IJsselstein zitten nog met een hoop vragen. Hoe moet dat nou als er straks 150 vluchtelingen tijdelijk in de gemeente wonen? Dan gaan zij bij mij door de buurt zwerven. Ja, ik zit er niet op te wachten. De een heeft zorgen,
De ander vindt het gewoon spannend. Rationeel vind ik en ook wel emotioneel dat het gewoon moet. Je moet mensen helpen. En ik wil zelf ook heel graag helpen. Ik wil zelfs ook gewoon kleding en alles wel geven. Maar ik vind het ook wel spannend. Want ja, wat je niet kent, ja, dat geeft toch een beetje spannend gevoel. Ook raadsleden lopen rond. Ze praten vooral met de inwoners. Wij willen net zo goed horen als de omwonenden en de belanghebbenden wat er speelt. Wat precies de opvang gaat inhouden. En we willen weten hoe de bewoners dat beleven. En dat is ook het enige dat de raadsleden kunnen doen. Want de beslissing is niet aan hen. Het college mag zelf en zonder inspraak besluiten om de oever als tijdelijke crisisopvang in te richten. De burgemeester hoeft een avond als deze dus ook niet te houden. Ja, maar u kent ook wel de term participatie en ook goede communicatie. En het is van deze tijd om daaraan te doen. Dat betekent dat je met een aantal dingen in de politiek, hè, dossiers noemen we dat dan, dat je dan gaat kijken wat vindt de omgeving daarvan. En soms is het slechts informeren en dat is het karakter van deze avond. Goede sier maken dus, want de kans dat het voorgenomen besluit vervalt is klein. En dat weten de omwonenden stiekem ook. Er moet wel heel veel gebeuren vanavond. Of stenen door de ruit, spandoeken, wil het bestuur anders beslissen, denk ik. Nou ja, dat is dus allemaal niet gebeurd. De avond is rustig verlopen. Als het college vandaag besluit de vluchtelingen op te vangen, is het aan het COA om te zeggen wanneer de mensen precies komen. Het weer dan nog. De dag staat in het teken van wind, bewolking en buien. Het wordt ongeveer 13 graden. Vanavond wat afnemende wind en een enkele opklaring. Tot zover deze U Vandaag. Om 5 uur dan zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending met daarin de zaak tegen de ex van Sandra Garcia Geraldino en de Internationale Dag van de Man. Graag tot dan.